Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik weer vintage shoppen en dit keer niet kleding, maar alles voor mijn huis. Dus ik hoop dat ik wat dingetjes vind. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga met Josie, ga ik Rotterdam in en dan gaan we waarschijnlijk naar twee vintage winkeltjes. Kringloop winkeltjes, eigenlijk hetzelfde. En dan gaan we kijken voor treasures. Oké, let's go. Oké, ik ben nu met Joost en we zijn er. Naar de eerste winkel en dat is Piek Fijn. En ik ben benieuwd. De leukste tweedehands warenhuis. Nou. Let's go inside. Ik vind deze mand wel leuk. Of ja, mand. Wat is het? Een dienblad? Maar hier staat ook geen prijs op, hoor, Joes. Op de andere dingen wel. Ja, kijk, dit is maar 50 cent. Hallo? Hallo? Het is voor jou. Oh my god, dit wil ik zo graag. Maar hij is dus 55. Douk doet dit niet, dat is ook echt lullig. Een toverstaf. Ook leuk. 17 euro wel. Oh. Ja, volgens mij is dat een wapen. Schattig. Oh nee, cupcake. Oh, het is hier echt heel warm. Ik wil trouwens nog zeggen dat ik niet specifiek ergens op zoek naar ben. Het licht is beautiful. Maar we gaan gewoon kijken wat we vinden. Misschien boven. Ja. Je weet het niet. Of aan die andere kant daar. Er zit nog thee in. Hé ja, oh die is vet leuk met sterretjes. Ja. Het is wel lief. Ja. Maar deze heb je altijd. Ja. Shit, deze is wel echt leuk. Hij is maar 1 euro. Het is cute. Ja. Vind je? Ja. Born artist, oké. Okay. Oké, okay. De art section. Misschien vind ik nog een leuke mok of zo. Een leuke vaas. Ja. Oh, die vind ik echt leuk. Wacht, maar wil ik niet. Misschien. Maar het past echt totaal niet in mijn interieur. Ik kan deze voor mijn noedelsoep. Als je bij mijn noedelsoep komt eten. Ja, ik vind het echt heel leuk. Dit is ook echt cute eigenlijk. Er zit hier gewoon een bord van Laplace. Die heeft hij ons gewoon gejat. Oh jeetje. Kijk, ik heb eigenlijk nog zulke mandjes nodig voor in mijn badkamer. Ja, die gaat er ook mee, hè? Leuk allemaal. Kijk nou. Voor olives. Dit is echt voor jou ook. Vind je? Ja, ik heb al zoiets. Echt? Ja. Deze is echt heel leuk. Deze ook maar 50 cent. Hmm, maar ik heb het niet nodig. Hé, hey, wat is dit? Voor nootjes. Oh my god, dat vind ik echt heel leuk. Het was geen drol. 50 cent. Oh my god. Hup. Ik ga denk ik niet de kleding doen, want het is wel echt een home shop log. Dus dan gaan we naar de volgende, toch? Wil je nog een trouwjurk? Mm. Special for you. Nou, dan kan dit pak er ook nog bij op thee. Ook, ik dacht dat er iemand achter ons stond. Oké, okay, ik ga dit afrekenen. Het is echt te cute. Oh my god, wat is dat? Wat is dat? Een handpop. Maar ik durf mijn hand. Ew, nee, nee, nee. Hé, hey, dit is iets voor mee. Er is ook nog een riempje. Deze. Deze. Hé, hey, even serieus. Alleen dit vind ik niet mooi. Anders. Ermee, if you're watching this. Oké, okay, we zijn nu bij de tweede. En het is jouw marktkraam. En echt love. Naar deze winkel. Het is dus dat je allemaal je eigen marktkraampje hebt. Dus je zet erin wat je wil. En echt zo leuk. Zo werkt het hier. Deze heeft Josie. Oh my god, ze hebben een scrunchie. Maar dit is denk ik gewoon nieuw. Het ziet er echt heel nieuw uit. Oh kijk, ze hebben stenen. Schattig. Ja, dit is gewoon... Ja, ik ook. Ja. Kijk hoe leuk. Maar deze zijn gewoon nieuw. Anders zou ik het niet kopen. I think I bought one. Maar er zit geen dingetje aan. Oh mijn god, wacht. Wat is dit? Ik wil zoiets. Maar dan wil ik er zelf iets tussen doen. Deze is super duur normaal. Oh my god. Kijk, ik wil hier zo'n gedroogd plantje in doen. Oh, dat is heel leuk. 5 euro. Nou. Ik ga die echt nemen. Nee. Weet je hoeveel die bij Dillekamille is? Nee. 30.
Voor dit. Met een plantje erin. Cute. Ja. Elk kraampje is eigenlijk van iemand. En dan zetten ze hun spullen daar neer. En dan staat er zeg maar zo'n etiketje. En dan zie je ook van wie het behoort. En dan die mensen krijgen dan geld daarvoor. Het is echt een heel leuk concept. Misschien moeten we hier onze spullen ook wel doen, Joes. Ja. Nou, dat is super leuk. Oh my god, weet je dit nog van vroeger? Die strijkdingen. Oh, ja. Oh my god. Hey, dit is zo'n pannenkoekplant. Hé, hey, waarom doen ze die weg? Ja, weet ik niet. Gewoon. Ik weet het niet. Een tafelkleedje. Een kussensloop. Oh. Echt leuk. Best wel leuk. Ja. Ja. Deze is ook best wel leuk. €2 maar. Schelpjes. Dit is kunst. Wat vind je ervan tot nu toe? Leuk. Vind je deze niet leuk? Lekker. Hier, deze. Ja, best leuk. Oh my god, die is echt heel cute. Heel leuk. €12,50. €12,50? Maar ik denk dat die nieuw is. Ja, dat zou best kunnen. Noem maar mijn sunflower. Love it. Ze best wel passen bij mij. Ja, ik vind het leuk. €12,50. Weer zo veel wat anders dan dat roze. Oh, kijk wat er staat. Made with love. Oh. Echt cute. Die vind ik echt heel leuk. Deze mok. Het is echt schattig. Dit is echt iets voor jou. Zo, Joes, wil je nog een oud boek? Oh, my lord. Kijk hoe oud het is. Levi's. Oh ja. Hé, heb je ook stenen? Die is, oh, ja. Die is wel mooi. Tijger ook. Is dat zo? Heet die zo? Nee, anders. Maar ik heb hem wel ook. Die is mooi, vind ik. Die je nu vast hebt. Het was een verzamelaar. Ja. Oh my god, al die Boeddha dingen. 50. Oh. Kijk, I like this stone. Dit is de aubergine van WhatsApp. De aubergine. De aubergine. Ik ga dit kopen voor je verjaardag. Thanks, maar niet mee. Ik heb helemaal geen cameraatjes gezien. Vorige keer waren er heel veel. Ja, en nu zie ik er geen. De tafeltjes heel leuk. Ja, die is echt leuk. Ik vind dit ook leuk. Wat is dit? Zijn dit? Oh nee, wat is dit? Cute, maar niet nodig. Wel. Schattig. Dit is ook echt leuk. Als je hier je pleat en zo in doet, weet je wel? Ja. I like this. Ja, dit is wel echt groot. Ik weet niet hoeveel deze is. Hallo. Hi. Yay. Oké, ik ga thuis laten zien wat ik allemaal heb gekocht en hoeveel het was. Joes is er klaar mee. Nee, grapjes. Ik vind het heel leuk. Ja. Weer thuis. Ik heb eventjes iets anders aangetrokken, want daar had ik zin in. Ik ga jullie laten zien wat ik uiteindelijk allemaal heb gekocht en hoe duur het was. Het is toch anders dan vintage kleding shoppen, want dan pas je het echt en zo. En nu ga ik het dus gewoon zo laten zien. Met de eerste winkel, en dat was dus Piekfijn. Deze drie, vet cute. Ik vind ze echt zo leuk. Deze drie bakjes. Ik vind ze erg leuk voor chips en zo. Maar ik dacht misschien, zoals jullie daar, ik weet niet of jullie daar kunnen zien. Waarom is hier zon precies? Ik heb dus zin om één bakje of zo, of twee, misschien wel hier. Nee. Om hier bijvoorbeeld sieraden en zo in te doen. Dat leek me echt heel erg leuk. Dus ik ga nog even kijken wat ik er precies in ga doen. Maar ik denk of sieraden of misschien wattenschijfjes. Dat is ook altijd handig om te pakken, want ik heb nu elke keer zo'n zak. En dan moet je zo graaien. Irritant. Nou, super nice. En er waren dus 3 voor €1,50. Nou, top. Mijn tip is natuurlijk wel altijd, als je dit soort dingen koopt, maak het echt gewoon heel goed schoon. Want het is natuurlijk gewoon tweedehands. Maar het ziet er echt top uit. Dus I'm really happy. Dan heb ik dit mandje gekocht en deze ga ik in mijn badkamer doen. En ik wil nog een opruimvideo doen van mijn badkamer. Het is niet echt organized. Dus ik dacht, laat ik dan met jullie samen mijn badkamer helemaal uitpluizen en alles in dit soort mandjes doen. Ik heb er nu dan 2. Ja, I like it. En deze was maar €1. En ook deze is echt gewoon, lijkt gewoon nieuw. En dan als laatste heb ik deze 2 noedelsoep lepels gehaald. En deze waren 2 voor €0,50. Dus €0,25 voor dit. En ik vind ze ook echt cute. Het past niet helemaal in mijn interieur, dat blauw. Maar ik kon niet laten. Dan de tweede winkel. En dat was Marktkraam. En allereerst heb ik deze scrunchie gekocht.
En ik vind hem super leuk. Ze zijn gewoon nieuw. Ik zou nooit een elastiekje van iemand anders, zeg maar, kopen. Niet heel chill idee. En alles, het was echt van een winkel, zeg maar. Vandaag is zeg maar zo'n dag dat de zon niet is. En nu komt de zon. Nu kom je pas. Deze en deze was 2 euro. Dan heb ik mijn kussen gekocht. En deze is ook helemaal nieuw. Ik ga hem wel wassen. Want ik vind het gewoon niet chill. Dus ik ga hem wel wassen. Maar dat is deze. Ik ben een beetje klaar met dat roze. Ik vind die fluffy one vind ik nog wat leuk. Maar die andere kussen weer een beetje klaar mee. Dus ik ga weer een beetje voor de bruine nude dingetjes. En hier zit dus een palmboom op. En ik weet dat het nieuw is. Omdat er staat kussen 12,50 made with love. Dus die heeft iemand zelf gewoon gemaakt. En ik vind het echt heel leuk. Die komt daar. Oh my god. Look. Ik kon het niet laten. Jullie hebben natuurlijk ook al een beetje. Jullie hebben natuurlijk die dingetjes wel gezien. Maar echt zo leuk. Ik ben al zo lang op zoek naar dit. Ik had ze bij. Deze had ik bij Dylan Camille ook gezien. En dat was gewoon 30 euro of zo. En er zat dan zo'n plantje in. Dus ik ga dit hier, kan je gewoon openmaken. En dan ga ik ook zo'n gedroogde plant of zo erin. Of een gedroogde bloem. Of een ik weet het nog niet. Ik moet nog even kijken. Maar hij is dus goud. En echt. Ja. Yes. Ik wil die heel graag daarop hangen. Als jullie dat kunnen zien. Ja. Ik wil die heel graag eigenlijk daarop hangen. In plaats van die kaders. Want daar ben ik ook weer een beetje klaar mee. Ik wil een beetje verandering in mijn huis. En deze was maar 5 euro. Dus vergeleken met freaking 30 euro van de Dylan Camille vind ik het wel een beetje te duur. Ja, hij is echt nog goed gewoon. Laat me vooral weten of je vaker dit soort video's wil zien. Dus vintage home shopping of budget dingen. I don't know, laat het weten. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie eigenlijk willen zien. Ik vind dit heel erg leuk om te doen. Dus ik ga dit sowieso vaker doen. Maar misschien hebben jullie wat ideeën. Dat was hem weer. Als je deze video leuk vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Want dan mis je geen video van mij. Yes. Oké. Okay. Bye.